PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk gingen afgelopen november rollend over straat met de partijtop. De ruzie die loopt zo hoog op dat ze door partijleider Diederik Samsom uit fractie worden gezet. Bij de Eén Vandaag Barbecue, waar anders, vertellen de twee voor het eerst wat zich allemaal afspeelde in de fractiekamer van de PvdA. Het is zomer en dus is het relatief rustig op het Binnenhof. Eindelijk is het tijd om in alle rust terug te blikken op een hectisch politiek jaartje. Maar helaas moeten we het vandaag doen zonder de geur van geschroeide koteletjes en bieflapjes. Want de twee gasten van vandaag zitten nog volop in de Ramadan. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, Remkel. Hi. Hi. Hallo, Remkel. Welkom. Dankjewel. Ik dacht eigenlijk dat alle Kamerleden al op vakantie waren, maar jullie zijn er nog. Nou, wij zijn nog anderhalve week hier. Daarna vieren we het Suikerfeest en daarna zijn wij ook van plan om, ik in ieder geval 3 weken en jij... Iets meer. Iets 4 weken op vakantie te gaan, ja. Dit is wel een beetje nat. Achter jullie staat de barbecue, maar hij hoeft niet aan, heb ik begrepen. Nee, we zijn aan het vasten. En als je aan het vasten bent, kun je ook niet eten. En dat is ook de bedoeling, dat je ook een hele dag niet eet. En dat je ook daardoor ook meer begrip toont voor mensen die weinig of niks te eten hebben. Ik heb begrepen dat de meeste mensen die aan de Ramadan doen ook gewoon aankomen. Omdat als ze dan zo verschrikkelijk losgaan, ja, hoe zit het met jullie buik? Nou, het is zo, datgene wat wij het afgelopen half jaar hebben meegemaakt, zorgt er ook wel voor dat wij zo hard lopen dat aankomen niet aan de orde is. Een tumultueus half jaar is het zeker geweest. Afgelopen november werden Toenahan Kuzu en Selçuk Öztürk na een emotionele vergadering uit de PvdA-fractie gezet. Vanavond heeft de gehele fractie een beroep gedaan op hen, op die twee fractieleden, om het vertrouwen uit te spreken in de lijn van de Partij van de Arbeid, van de Sociaaldemocratie en van de minister van Sociale Zaken. Ze hebben daaraan helaas niet willen voldoen en daarmee scheiden onze wegen. Het is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. We blikken met de twee terug op die gebeurtenis. En omdat we toch niet gaan barbecuen, doen we dat in de Tweede Kamer. Om precies te zijn in de PvdA-vleugel van het gebouw. We betreden het terrein, hè? Ja. Ruim een half jaar geleden hadden Kuzu en Öztürk hier nog een werkkamer. Dit was mijn kamer, hè? Die kamer heeft wel een speciaal plekje in mijn hart, ja. Ja. Ja, want dat is toch je eerste werkkamer hier in het Tweede Kamergebouw, waar je fris en vol ambitie en vol goede moed kwam om wat te betekenen voor de samenleving. Ja, daar begon de politiek. Maar dat was ook de kamer waar we het gesprek hadden gevoerd met Lodewijk Asscher. Het duo lag in de clinch met hun eigen PvdA-minister Asscher over het integratiebeleid. De minister maakte zich zorgen over een onderzoek naar IS-sympathieën onder jongeren van Turkse afkomst. En hij wilde Turkse organisaties in ons land in de gaten houden, omdat die de integratie zouden belemmeren. De twee waren het daar hardgrondig mee oneens. Ik heb 18 jaar ervaring. Je voelt gewoon, dit gaat niet werken. Je zegt tegen een minister, een vicepremier, doe dat nou niet. En dit gaat heel veel mensen schaden en toch doet u dat. In het conflict is het uiteindelijk niet Asscher, maar het duo dat het onderspit delft. Ze voelen zich besmeurd, zo verklaren ze enkele dagen na de breuk. De PvdA-top lijkt daarmee op een omgekeerde wasstraat. Je gaat er schoon in, je komt er besmeurd uit als je niet doet wat ze van je eisen. Maar voelden we elkaar echt zo? Ja, echt. Als je 18 jaar lang van je leven voor de partij hebt gegeven en op deze manier wordt geframed, hoe Diederik Samsom dat deed en de dagen daarna hoe de andere Kamerleden dat deden, ja, dan voelt het echt zo. Het conflict was er één in een lange reeks harde confrontaties binnen de PvdA-fractie. De partij worstelde vooral met de harde koers op het gebied van het integratie- en asielbeleid. Denk aan het dossier strafbaarstelling illegaliteit. Ja. 6 namen lekten naar buiten. Nou, wij waren twee van de 6 die tegen strafbaarstelling illegaliteit waren. Ja. En het was ook zo dat wij flink op onze kop kregen van het fractiebestuur, maar ook van collega-Kamerleden die zeiden van ga nou gewoon mee met de fractie en doe nou niet zo moeilijk. Ja. Maar het zijn precies diezelfde Kamerleden die het hart klapten voor Diederik Samsom toen hij aankondigde dat strafbaarstelling illegaliteit van tafel was. Dat is toch hypocriet. De kwestie rond de Turkse organisaties in ons land is dus de zoveelste aanvaring in de fractie. Een gesprek met Lodewijk Asscher lost niets op. En een crisisberaad met Diederik Samsom brengt de partijen ook niet bij elkaar. Het komt allemaal aan op een speciaal ingelaste fractievergadering op donderdagavond 13 november. Hij is degene die mij geïnspireerd heeft, NL. We gaan met de twee terug naar de plek des onheils, de fractiekamer van de PvdA. Selçuk zat hier, ik zat hier. En dan zaten we eigenlijk
tegenover Diederik Samson en Martijn van Dam, die de fractievergadering voorzat. Die zaten daar. En Spekman. Spekman zat ernaast. Ik zag in de ogen van Spekman, Hans Spekman, de partijvoorzitter, dat het afgelopen was. Al toen jullie gingen zitten? Ja. Ik zat bijna precies tegenover hem. Ik heb diep in zijn ogen gekeken. Uh-huh. Hij zat daar als een slachter. Echt als een slachter. Hij heeft geen enkele poging gewaagd om de boel bij elkaar te houden. Hij had een missie. Dat had hij wel van verwacht? Ja, van een partijvoorzitter. Kijk, als de Kamerleden onderling ruzie hebben, fractieleiding en Kamerleden, dan verwacht je dat de partijvoorzitter de verzoenende persoon is die iedereen dan dichter bij elkaar brengt en probeert toch één geheel van te maken. Fractieleider Samson wil dat de twee een verklaring ondertekenen waarin ze hun steun uitspreken voor minister Asscher. De twee weigeren. Toen heb ik gevraagd, gun toen aan de kans dat hij naar beneden gaat, nu, dat hij namens de fractie, namens ons, namens het land, daar probeert iedereen te verbinden. Ik zeg, hij heeft de kwaliteiten, laat hem dat doen. Mm-hmm. En op dat moment zag ik gewoon in de ogen van collega Kamerleden van, oké, dit kan misschien net een uitweg zijn. Mm-hmm. Laten we dit uitproberen. En op dat moment deed Diederik Samson, en nu ga ik naar beneden. Hij stond op en nu ga ik naar beneden, zei hij, en ik ga zeggen dat onze wegen gaan scheiden. Terwijl de twee nog aan tafel zitten, komt op Öztürk's iPad al het bericht binnen dat ze de fractie zijn uitgezet. En we zaten toen dus echt naast elkaar en ik zei tegen Selçuk van, Selçuk, het is volgens mij afgelopen, laten we onze verklaring gaan voorbereiden. Nou, kwamen we hier terecht. Wat is dit? Een soort ketelhok? Ja. Tussen de verwarmingsbuizen bereiden ze hun reactie voor. En ze praten na over de ruzie die in de vergadering ontstond met collega Kamerlid Ahmed Marcouch. Mogen Allah jou straffen, heeft Öztürk in zijn richting geroepen. Het was gewoon een teleurstelling van iemand waar je 2 jaar lang samen mee hebt gewerkt. Ja. 2 jaar lang iedere avond samen hebt gezeten. Diepgaande gesprekken hebt gevoerd. Ja. Die naar mij toe een gevoel gaf van ik heb een missie. En vervolgens daar aan de andere kant stond om ons te bashen. Mm-hmm. Ja, en dat was zo vies. Ja. Zo vies dat ik dacht van... Heeft u spijt van die woorden of zegt u van het was terecht dat ik dat zei? Kijk, ik heb toen aan gevraagd, heb ik ooit, en hij kent me al een tijdje, die woorden gebruikt. Toen aan zei never, nooit. Ik heb dat nog nooit gebruikt. En het was ook voor mij hier, toen ik hier zat, van ik heb dat nog nooit gebruikt. Ik vond het doodeng. Dat was wel, ja, ik vond het wel, dat ik dacht, oh jee, dat had ik. Heb je het ook als bedreiging ervaren? Niet aan mij gericht, maar het was wel bedreigend. Ik vond het eng. Het is een verwensing, hè? Het is een verwensing. Ja. Ik vind het gek dat de leider van de tweede grootste partij van Nederland schrikt van een verwensing waarin de naam van Allah voorkomt, terwijl hij zelf in die 3 dagen misschien wel 50 keer het woord godverdomme heeft gebruikt. Dus dat zegt ook wel wat over de manier waarop hij naar de samenleving kijkt. Ja. Samson vond het eng. En ook bij partijvoorzitter Spekman riep de verwensing van Öztürk een reactie op. Op het moment dat Selçuk die befaamde woorden sprak, zei hij... dat is je agenda! Maar dan bij hem kwam juist die woede zo naar boven. Dat is je agenda, wat bedoelde hij daarmee? Blijkbaar, als je het woord Allah gebruikt, dan heb je een bepaalde agenda in Nederland, volgens Spekman. Ja. De agenda van de islamisering, of wat bedoel je? Kijk, en dat is de frame die ze continu ons willen plakken. Ja. Terwijl ik 18 jaar lang voor de PvdA heb gestreden. Ja. Ja. En dan sta je hier, dan denk je van, wow. Daar staat dan alle media ons op te wachten op die eerste verklaring. Nou, ik moet zeggen, je hebt wel eens een camera meegemaakt. Je hebt wel eens een quote gegeven aan het NOS-journaal, aan SBS en aan alle andere media. Wel eens een quote afgegeven. Maar op het moment dat ze daar allemaal staan te wachten, ja, dat is wel even intimiderend hoor. Dat is wel even schrikken. Dames en heren, een eerste korte verklaring van mij en straks van collega Öztürk. Dit is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Gekozen Kamerleden zijn gepoogd monddood te maken door een verklaring te ondertekenen waar zij niet achter konden staan. Kuzu en Öztürk zijn momenteel druk met het oprichten van DENK, een nieuwe politieke partij. Maar nu longt eerst het Turkse strand. Waar gaat het heen? Ik heb een vakantiehuisje in Turkije, daar ga ik meteen. Terug naar je moederland. Waar ik geboren ben, de stad waar ik geboren ben, daar heb ik een leuk vakantiehuisje aan het water. Ja. Aan een stuurmeer, daar ga ik ieder jaar heen met mijn kinderen. Daar neem ik mijn rust. Wel aan toe beiden?
We hebben een bewogen jaar achter de rug, dus ik denk dat het een welverdiende vakantie gaat worden. Komt het goed uit dat morgen de Ramadan afgelopen is en het suikerfeest begint.